De eerste battlekandidaat is een 12-jarige met een betoverende stem. Gisteren zat ze nog thuis achter haar piano. Vandaag staat ze zomaar even op het battlepodium. Anaïs! Een beetje zenuwachtig ook. Nummer 2 speelt gitaar en piano, studeert musical, heeft een eigen bandje en is verliefd op kleinkunst. Uw applaus voor Ebe! Nummer 3 is een zingende keukenprinses. Haar familie en vrienden staan niet enkel versteld van haar kookkunsten, maar ook van haar prachtige stem. Hier is Lola! Zij battelen met een van de grootste popsongs aller tijden. Baby One More Time van Britney Spears. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I should never let you go. Hey, and now hey, you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. Still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, what's the reason I breathe with you? Boy, you got me blind. Gers. Ik vond het helemaal top. Die versie van dit liedje vond ik heel leuk om naar te luisteren. Echt een goede versie. Ik vind dat jullie het alle drie ontzettend goed hebben gedaan. Bewegen en goed zingen. Maar ik vind Ebe wel de topper voor mij. Ja, sta je mannetje maar eens, hè, tussen twee zo'n vrouwen. Straf. Kijk, ik was ook voor hem gedraaid. Maar hij heeft niet voor mij gekozen, helaas. Ja, kan niet altijd geluk hebben. Laura. Ja, ik sluit me eigenlijk volledig aan bij Gers. Even, dan word je aangekondigd als hij is verliefd op kleinkunst en dan laten ze Britney Spears zingen. Beetje anders. Ja, en dan denk ik, oh Germe, wat doen ze die jongen aan? Maar dan zie je daar staan en je zit gewoon er keihard van aan het genieten. Je pakt op een moment, je kijkt in mijn ogen en ik weet al niet meer naar waar ik moet zien. En je doet dat gewoon met alle overtuiging. Dus ik denk dat dat niet uitmaakt dat jij zingt. Want ja, jij rockt het podium gewoon en dat is zalig om naar te kijken. Mooie woorden. Ja, ik vind dat vooral
vind vooral, Ebe, jij had al redelijk wat zelfvertrouwen. Eigenlijk meer dan de meiden. En jullie hebben dat ook echt ontzettend goed neergezet. Lola, zowel Lola als Anaïs, jullie stonden er echt. En jullie stemmen waren al dijken van stemmen. En toch hebben we jullie kunnen overtuigen om iets meer zelfvertrouwen te krijgen op het podium. En dat hebben we vanavond gezien. Dus ik ben ook ongelooflijk trots. Ik denk dat ze nu nog zenuwachtiger zijn dan voor die battle zelf, hè? Oké, lieve dames. Wie gaat er mee naar die halve finale? Please, Lola. Kom aan. Dit was echt een hartverscheurende keuze. Maar we zijn er overeengekomen dat er toch één iemand is dat voor ons er toch net iets bovenuit stak. En daarom gaan wij verder met Ebe. Gefeliciteerd, Ebe! Je bent de halve finalist voor Team K3. En mag ik ook een fantastisch applaus voor Lola en Anaïs? Goed gedaan. Ik heb heel goed gedaan. Straks? Ja. Tot straks.